Mag je even een keer klappen? Dan... Kijk ik in de camera? Welkom. Hoi. Ja, je gaat natuurlijk van klimaatrammer naar minister van Klimaat. Betekent dit dat we over 3 jaar koploper klimaat zijn in Europa? De komende jaren wil ik bijdragen aan een land waar iedereen altijd en overal zichzelf kan zijn en zich volledig kan ontwikkelen. Het allerbelangrijkste is weer beseffen dat het om mensen gaat. Ik geloof in dit land. Ik geloof in verandering ten goede. Ik geloof in een gedeelde toekomst. Het leukste aan politiek is toch te spreken en na te denken en te onderhandelen met de mensen voor wie je het doet. Ik ga proberen om te praten met mensen. Ik ga proberen om de slachtoffers te spreken en te horen wat ik voor hen kan doen. In de onrustige wereld nam het kabinet beslissingen die nodig waren. In de onrustige wereld bleef het kabinet investeren in belangrijke thema's, zoals kansengelijkheid, onderwijs, klimaat en defensie. De krijgsmacht is ongelooflijk belangrijk voor Nederland, voor de nationale veiligheid, maar ook voor het verdedigen van de internationale rechtsorde. Iets wat voor D66 natuurlijk cruciaal is. En in de onrustige wereld steunde het kabinet Oekraïne. Voluit. Wij zijn natuurlijk gewoon de helft van de wereldbevolking. En in Nederland zijn er 8,8 miljoen vrouwen. Cultuur is wat ons raakt, wat ons verwondert, maar ook wat we er zelf van maken. Wij als D66 zullen de komende jaren niet alleen in het Europees Parlement, maar ook in de Tweede Kamer elke dag opstaan tegen de politiek van populisme en uitsluiting en laten zien dat er een redelijk alternatief is. Dit is pas het begin.